Hallo iedereen en welkom in deze video waarin ik eigenlijk een antwoord ga geven op een vraag die gesteld is geweest op de video hoe de energie van anderen je onbewust kan gaan saboteren. Want dat is iets wat heel veel mensen nu al tegenaan lopen of misschien in de nabije toekomst of de verdere toekomst gaan tegenaan lopen. En dat is namelijk het feit dat je in contact komt met mensen die nog niet het bewustzijn hebben waar jij staat. Of die nog niet op die frequentie leven, vibreren, waar dat jij staat. En dat maakt dus natuurlijk dat je constant uitgedaagd wordt in deze 3D-wereld. Je kan natuurlijk ook je dag thuis gaan zitten en je opsluiten. Maar ja, dat is niet de reden waarom je hier bent natuurlijk. Om eigenlijk die dingen te gaan navigeren zodanig dat jou niet volledig op lange termijn langdurig gaat saboteren. En ik moet zeggen, dat is ook iets wat ik zelf ook heb moeten leren en heb moeten zoeken van hoe werkt het dan? Want mijn tweede vraag zei het over laatst ook, ja maar Lindsay, je kan toch je energie beschermen, dat is toch geen probleem? En ik zei, ja dat is waar. Maar om het voorbeeld te geven, ik was vorige week maandag met mijn kinderen en mijn zussen en broer en de familie naar een aquapark gegaan. Dus er waren er misschien 100 mensen of zoiets, of meer, ik weet het niet. En als jij als ene op een bepaalde frequentie hoog zit en de anderen zitten allemaal lager, dan kan je wel jouw energie hoog houden gedurende een bepaalde periode. En je kan je beschermen dat je die energie niet overneemt of dat het niet aan je vast blijft kleven. Maar als jij hier bent als een lichtwerker en als een healer, dan kan je er niet beletten dat van jouw energie, dus dat jouw lichaam een kanaal wordt om energie te laten doorstromen naar anderen. Dus wat gebeurde dan toen de maandag dat we thuis kwamen, ik denk dat we daar een uur of drie of zo, drie uur geweest zijn. En dan kwamen we thuis en was ik super misselijk, super moe en ik had geen honger, ik had voor niks geen energie meer. Ondertussen weet ik hoe dat mijn systeem werkt. Dus het enige wat ik op dat moment kan doen, is gewoon rusten en op tijd gaan slapen. En dan de dag nadien is alles getransformeerd en is weg. En ja, energetisch gezien kan ik heel veel dingen doen. Ik heb dat ook gedaan, toen ik daar was, ervoor, daarna. Maar je zit nog altijd in een fysiek lichaam. Dus daar bewust van zijn is belangrijk. En dus dan gaan leren begrijpen wat datgene is dat je lichaam nodig heeft. En daar ook naar luisteren, al is dat bijvoorbeeld elke namiddag op je bed moet gaan liggen. Of dat je regelmatig bijvoorbeeld op een chakti mat gaat. Of dat je regelmatig een sessie met een osteopaat inbouwt. Je fysieke lichaam heeft die ondersteuning nog steeds nodig. Zolang dat we nog niet allemaal in die hoge frequenties zitten, ga je er gewoon niet van onderuit kunnen. Dat is wat het is. Dus het is veel gemakkelijker om het te aanvaarden en te zien hoe dat is. En het altijd te doen wat je kan doen en dus altijd vanuit energie gaan werken. En dan zien wat de invloed is op je fysieke lichaam. Twee, de vraag was ook van wanneer je in contact bent met of in gesprek bent met een ander, hoe dat je de verbinding met de hetsen kan blijven behouden. Omdat heel veel mensen, wat gebeurt er? Wanneer dat ze alleen zitten in de meditatie, dan is dat gemakkelijker om de leiding te volgen, om te voelen wat allemaal is. En dat is natuurlijk het stuk waar ik zeg, dat is het verschil tussen spiritualiteit en echt spiritualiteit, gegronde, volwassen spiritualiteit, om uiteindelijk en doorheen je dagelijks leven en al die situaties kan toepassen. Waarom? Omdat je dan de dingen die je geleerd hebt in je solitude, en het alleen zijn, waar je daar alleen geoefend hebt op je studiekamertje, bij wijze van spreken, kan je gaan toepassen in de wereld. Heb je het omgevormd? Heb je het belichaam je het volledig? En dan kan je het eigenlijk gaan gebruiken in je contacten. En gewoon waar dan wanneer je bent. Net zoals dat bijvoorbeeld het voorbeeld. Hè. Heel veel mensen kennen het voorbeeld van een parking te manifesteren. Maar ja, dat is op dezelfde manier op dat je al die andere dingen kan gaan manifesteren. Dus als je in contact komt met personen. Of bijvoorbeeld natuurlijk biologische familie. Je kunt beslissen om er volledig in contact mee te hebben. Maar vaak is dat ook niet de bedoeling. Omdat jij maar één in dat gezin ook geboren bent. En zeker als lichtwerker is de bedoeling dat je daar de nodige dingen gaat gaan transformeren. Dus is ook aan jou om daar vanuit die hogere energie dingen te gaan neer te zetten. In die zin te gaan tonen en het voorbeeld te zijn. En zoals ik het ook al vaak aan mijn klanten gezegd heb, eigenlijk je ouders bijvoorbeeld gaan heropvoeden.
hoe dat jij ondertussen geleerd hebt hoe dat wereld werkt, hoe dat energie werkt, wie dat jij bent. En hen leren hoe dat ze met jou omgaan. Hen leren wat dat je wel energie en aandacht aan wil besteden en waar niet. Bijvoorbeeld, in mijn eigen situatie, was er een periode waarin dat ik merkte, wanneer dat ik in mijn gezin kwam, dus met mijn zussen en mijn ouders en mijn broer, dat het heel vaak ging over anderen. Mensen buiten ons gezin, mensen buiten onze familie zelfs. En ik merkte dat ik er altijd heel moe van werd. En dat ik eigenlijk de neiging had om me daarvan weg te trekken. En eigenlijk om me niet meer af te spreken. Dus wat heb ik dan eigenlijk gezegd in hem? Kijk, ik heb totaal geen probleem om met jullie te verbinden, om tijd met jullie door te brengen. Maar ik kies er bewust voor om niet te engageren, om niet mee te gaan in gesprekken over anderen. Of in het roddelen, of hoe je het ook maar wil noemen. Omdat dat is één, daar heb ik totaal geen controle over. Dat heeft niets met mijn leven te maken. En ten tweede, waarom zou ik daar mijn energie aan besteden? Terwijl ik mijn energie nodig heb om die dingen te manifesteren en aan te trekken en te creëren wat ik wel wil gaan ervaren. Dus het tweede ding is, van wees heel bewust wat je jezelf, dus zorg dat je eerst weet voor jezelf waar dat je je energie wil gaan besteden. Zorg dat je het zelf doet in je leven en dan kan je het gaan uitdrukken of gaan zeggen aan anderen van kijk, dat is de manier waarop ik in mijn leven sta. Ik wil het contact met jou nog behouden, maar dat is mijn standaard. Dat is mijn minimum. En wees ook bewust dat je de mensen de tijd gaat moeten geven om daaraan te wennen. Om te wennen aan die nieuwe versie van jou. Want ze zijn dan niet gewoon dat je opkomt voor jezelf. Ze zijn niet gewoon dat je grenzen stelt. Ze zijn niet gewoon dat je afstand neemt als je voelt dat nodig is. Dus dat is het tweede stukje. En dan een ander deel, of een andere tip, of hoe je het ook wil noemen, is dat je eigenlijk heel hard leert in elke situatie die op je pad komt, leert begrijpen, leert interpreteren wat je fysieke lichaam, je emoties, de gedachten die je krijgt, wat dat die echt willen zeggen. Daarom zeg ik ook heel vaak tegen mensen, luister en kijk wat dat jouw human design type is. Wat ben je? Ben je manifester, een manifester, generator, een generator, projector, een reflector? Welk type ben je? Want afhankelijk van welk type dat je bent, ga jouw systeem op een andere manier jouw boodschappen gaan geven. Dus dan moet je gaan kijken van, oké, bijvoorbeeld in mijn geval, ik ben manifester, mijn motor, met andere woorden, de manier waarop ik informatie ontvang van het universum, van mijn team, van wat dan ook, dat is via mijn spleen. Dus spleen is de meest dierlijke, zou ik bijna noemen, de meest oude, oerlijke, of hoe moet je dat zeggen, is eigenlijk zelfs een woord. Maar dus ik denk wel dat je snapt wat ik wil zeggen. Het meest primaire, dat is het woord dat ik zocht. En ik krijg dan maar één keer, één seconde. Wanneer ik in een nieuwe situatie terechtkom, er gebeurt iets, in een flits van een seconde, hoor ik een ja of een nee, voel ik een ja of een nee. En ik kan niet uitleggen, met mijn logische verstand, waarom het een ja of een nee is. Ik heb dat heel lang moeten over oefenen, doen, ervaringen doen, met vallen en opstaan, om dat signaal heel duidelijk te gaan krijgen. In die zin, het was duidelijk, maar ik was er niet bewust over dat dat hetgeen was wat mijn lichaam aangaf als leiding. Van dat is hier dat moet gaan, dat is vandaag dat moet daarheen. Dus zorg dat je eerst dat weet. En daaraan gekoppeld is het belangrijk om te weten op welke manier ontvang je informatie via je helderheden. Ik krijg er helemaal warm van. Maar dus op welke manier, wat is je hoofdkanaal? Wat is je hoofdvorm van communicatie? Bijvoorbeeld bij mij is dat helderhorendheid. Dus bij mij gaat de meeste informatie van mijn spiritueel team binnenkomen via helderhorendheid. Dat kan zijn dat ik inderdaad dingen effectief hoor. Maar dat kan ook zijn dat ik ergens een video hoor of er is een liedje ergens en ik haal daar een bepaalde zin uit of een woord zelfs uit die onmiddellijk klikt en die dus een antwoord is op ergens iets waar ik mee bezig ben of die me inzicht geeft over iets. Bijvoorbeeld, dat kan ook goed zijn dat ik gewoon ga gaan schrijven. Bijvoorbeeld, automatisch schrift heeft ook te maken, is ook verbonden met helderhorendheid. Je kan dat natuurlijk ook gebruiken om bijvoorbeeld je helderwetendheid te gaan versterken. En daarin, als je dat wil gaan doen, automatisch schrift, dan begin je eigenlijk gewoon
Pak je schrift bij mij. Ja, ik heb mijn bullet. Ik heb al jaren, er staat een hele collectie daar, maar al jaren schrijf ik op. En dan begin ik gewoon te schrijven van ik voel me vandaag bla 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 en dat is gebeurd en blablabla. En naarmate dat je begint te schrijven, gewoon wat er in je opkomt, ga je merken dat de toon waarin je schrijft gaat niet meer over ik, maar gaat het bijvoorbeeld plots over jou of je. Of ga je Lindsay schrijven bijvoorbeeld, in mijn geval dan. Ga je jouw naam schrijven. En dat is eigenlijk het punt waarop je dan informatie begint te ontvangen van jouw team, van je spirituele team. Natuurlijk, met de vlammen werken is ook een hele goeie. Zeker als je dat nog niet gedaan hebt, nog niet geprobeerd hebt, zou ik zeggen, probeer ze eens uit. Daarom zijn ook die, al de gratis transmissies beschikbaar op YouTube, waarin dat je gewoon volgens je intuïtie kan gaan luisteren of gaan scrollen en kijken naar welke dat je toe getrokken wordt. Je kan nooit te veel ontvangen, te weinig ontvangen. Je krijgt altijd exact genoeg wat dat voor jou nodig is. Zelfs als je 20 keer zou luisteren naar een transmissie, ga je iedere keer 20 keer iets anders ontvangen. Als informatie, als code, als healing, wat dan ook. Dus, wat ik nog wil zeggen, zeker over het stuk van wanneer je dus met mensen in contact komt en zij staan en denken nog niet zoals dat jij denkt. Zie dan de situatie voor wat dat is. Je hoeft daar niet in mee te gaan. Je hoeft hen zelfs niet te verbeteren. Je kan wel zeggen, dat is jouw waarheid, dat is jouw mening. Ik respecteer die, maar ik heb een andere mening. Zonder daarvoor in uit te weten. Afhankelijk van wie dat die persoon is, dan gaat die misschien op dat moment ervoor openstaan om te weten en te horen hoe dat jij erin staat. Maar ook daar, en ik herinner mij een situatie ooit eens in een school met een andere mama van waar dan mijn kinderen toen in school zaten, in de lagere school was dat nog, dus dat is al jaren geleden. Maar zij probeerde ook constant haar mening op mij te drukken, op mij te leggen, om mij op te praten, om hetzelfde te denken. En op dat moment wist ik in eerste instantie niet goed van hoe ga ik daarmee omgaan. Want ik wist van als ik hier mijn mening ga geven, dan gaat ontstaan een discussie en daar heb ik totaal geen zin in. Want uiteindelijk wordt het punt ervan niks. Iedereen heeft zijn eigen mening en dat mag. En dan heb ik gewoon in het moment zelf opgevraagd aan mijn team en gezegd in mijn hoofd. Geef mij de woorden dat ik hier nu nodig heb. Toon mij wat ik mag zeggen. En dan hoor ik mij plots op een bepaald moment zeggen tegen die vrouw. Van dat is jouw mening en dat is prima. Maar ik heb een andere mening en dat is ook oké. En die vrouw had dat echt totaal niet zien aankomen. Want die was echt letterlijk met haar voeten aan de grond genageld. En die stapte achteruit van... Ja, natuurlijk is dat zo. Maar ze zag gewoon in alles, in haar energie en haar systeem, dat ze zoiets had van... what just happened? Een kleine anekdote om te zeggen van in het moment zelf kan je ook gewoon hulp vragen naar je team. En daarvoor heb ik ook mijn kinderen geleerd van zeg gewoon beste lichtwezens van de eenheid. Ik kan werken met specifieke engelen. Ik geef nooit de raad of het advies om te werken met overleden mensen die je kent of zielen of energie van overleden mensen. Omdat je nooit weet waar dat zij staan in hun bewustzijn. Dus waar dat hun energie qua frequentie is. En heel vaak, degenen die al overleden zijn, die zitten daarom nog niet altijd in die eenheid, in dat eenheidsbewustzijn. Terwijl als je werkt met lichtwezens van de eenheid, dan ben je zeker dat die energieën die jou dan antwoord en advies zullen geven, eerst en vooral, het zal degene zijn die het meest gespecialiseerd is in het topic waar je informatie over vraagt. En ten tweede... dan ben je zeker dat het altijd vanuit eenheid komt. Dat niet meer energieën zijn die in de astrale wereld zitten, waar dat er een stuk in ego en dualiteit zit. Want dat is net het stuk dat we proberen te ontgroeien, van los te komen, door wakker te worden, door aan onszelf te werken. En dus daarom zijn werken met universele vlammen super belangrijk, super handig, super snel, super krachtig. Dus als je zelf nog niet hebt leren werken en je weet eigenlijk niet waar het over gaat, zou ik zeggen, probeer het gewoon uit, luister naar de transmissies. Heb je dat al gedaan en heb je inderdaad hun kracht al ervaren en wil je er meer over weten en wil je zelf het cadeau geven om doorheen de 7 activaties te gaan, de 7 hoofdactivaties, want eigenlijk zijn er meer,
Maar dus voor onze mind zijn er 7. Dan nodig ik je uit in het programma Universele Vlammen, waarin dat je gedurende 9 weken, al is dat je er 6 maanden over doet, dat is ook prima, maar dus het programma is opgesteld over, of verspreid over 9 weken. En daar kan je dan eigenlijk doorheen de verschillende transmissies gaan. Er zijn er meer dan 7. Ik zou eigenlijk moeten kijken en tellen hoeveel er zijn, maar er zijn er heel veel. Omdat er een aantal vlammen, waaronder van de hoofdvlammen bijvoorbeeld, al geascendeerd zijn, al geëvolueerd zijn. Waar dat bijvoorbeeld vroeger in de eerste keer dat de informatie uitkomt van Aurelia Louise Jones, die de eerste keer over de 7 heilige vlammen gesproken heeft of geschreven heeft. Die informatie is eigenlijk al wat verouderd, in die zin dat het niet meer up-to-date is met waar we nu staan. En vandaar dat het programma waar ik het neergezet heb, die nieuwe informatie ook bevat. Er zijn ook stukken en video's in waarin ik uitleg hoe dat het zit met het kristallengrid en de verschillende, het ankeren van die vlammen en nieuwe energieën op aarde. Ook voor lichtwerkers is dat handig om te weten hoe dat er eigenlijk echt gaande is, hoe dat de globale ontwaking op de aarde eigenlijk allemaal gebeurt. Wat moet ik nog zeggen? En dat is niet aan jullie, maar aan mijn team dat ik dat vraag. ik hoop dat het een antwoord op uw vraag was. Mochten er nog vragen zijn of nog jullie hebben een andere vraag over iets anders, over tweelingvlammen, over bewustwording, over wat in godsnaam is er gaande in deze wereld, je kan die ofwel persoonlijk naar mij sturen, als je het wat te persoonlijk vindt om gewoon openbaar op YouTube te plaatsen. Of als het niet zo persoonlijk is of je hebt daar geen probleem mee, kan je het gewoon onder elke video plaatsen. Ik kijk elke dag of er nieuwe reacties zijn. Ik heb wel gemerkt, als je een reactie plaatst onder een reeds bestaande reactie, dat ik die niet altijd onmiddellijk doorkreeg, dan moet ik eventjes echt op zoek gaan. Dus moest het zijn dat je ergens een reactie geplaatst hebt en je ziet dat ik niet binnen de week geantwoord heb, dus plaats het dan eigenlijk opnieuw als een nieuwe reactie. Of stuur mij een mailtje dat je reactie geplaatst hebt, dan kan ik gaan kijken. Voilà. Dat was het. Ik heb ook een post nog eens opnieuw herhaald gisteren met de verschillende diensten waarop we met mij kan samenwerken. Er zijn 4 plaatjes open voor het jaartraject spirituele ondernemer, waarin we een jaar lang gaan werken rond spiritueel ondernemen. Dus enerzijds als lichtwerkers is dat bijvoorbeeld een heel goed ding, maar ook andere ondernemers die willen hun eigen energie, hun eigen authenticiteit gaan vormen in hun bedrijf. En daar veel meer vervulling gaan uitgaan. En dat is veel meer vanuit die vrouwelijke energie dingen gaan neerzetten. Omdat ze merken dat vanuit de mannelijke energie niet meer werkt, dan is dat traject ideaal voor jou. En in dat traject zijn er natuurlijk ook weer transmissies met de universele vlammen. Maar specifiek gericht dan naar ondernemen. En ondernemen gaat niet alleen over een bedrijf. Ondernemen gaat ook van, hoe neem ik verantwoordelijkheid voor mijn leven? En hoe ga ik die dingen gaan aanpakken en de richting ingeven om mijn leven verder te gaan vormgeven? Om dingen gaan aan te trekken. Aantrekken is eigenlijk niet het juiste woord, maar ja. Ja, gezien dat dat het meest voorkomende is, gebruiken we nu dit. Dus en in dat jaartraject krijg je ook 7/7 WhatsApp ondersteuning. Dus of dat nu in de week is of tijdens het weekend, dat je een dringende vraag hebt, geen probleem. Alleen als ik slaap, kan ik niet antwoorden. Dus moet ik nog iets op vinden. maar ook dat heeft dan weer ook zijn redenen. En dan zijn er ook nog 4 individuele sessies die ik kan verspreiden over het jaar. Zeg je van, ik doe die 4 in het begin, is dat oké? Zeg je van, ik doe die 4 op het einde, is dat oké? Helemaal geen probleem. Jij staat aan de leiding, aan het stuur van jouw individuele groei, van jouw spirituele groei. En ik ben daarbij als co-piloot om te zeggen wat dat de verschillende wegen en mogelijkheden zijn. Dat is mijn doel hier. Voilà. Ik denk dat ik het hierbij ga behouden. Ik ga nog een paar andere video's opnemen voor mijn Engstalig kanaal. Een aantal dingen nog gaan creëren en schrijven. Straks al aan mijn paard en dan zal de dag alweer snel voorbij zijn.